السلام عليكم ورحمه الله جان الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح <camina> <تصفيق> <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده <أهده> لا شريك له وأشهد <أتصفيق> <applause> أن محمدا عبده <مرضة> ورسوله <تصفيق> 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 أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Waladzalim Alhamdulillah Vandaag Na vier jaar van beperkingen Vindt de Jalsa Salana, de jaarlijkste conventie van de Ahmadiyya-gemeenschap in Duitsland, op grote schaal plaats, dankzij de genade van Allah? Mogen Allah de Almachtige Alle aanwezigen in staat stellen om de doelstellingen van de Jalsa te verwerven? Zij moeten zich niet verheugen over het loutere feit dat Hij hen een gelegenheid heeft gegeven om weer samen te komen. Dat we in staat zullen zijn om elkaar te ontmoeten, samen te zitten. En dat is alles. Integendeel, het doel van het houden van Angelsa is zeer verheven, waarvan de beloofde Messias islam ons op de hoogte heeft gesteld en het met grote smart heeft uitgedrukt. Het is dat degenen die hem inwijding toezeggen, die bij het doen religieuze kennis moeten verwerven. Vooruitgang moeten boeken in spiritualiteit, hun relatie met en liefde voor Allah de Almachtige moeten vergroten, de Heilige Profeet, alayhi wa sallam, volledig moeten volgen en een liefdesrelatie met de Heilige Profeet alayhi wa sallam, moeten ontwikkelen. Hun liefde voor de wereld zou moeten vervagen en zij zouden voorrang moeten geven aan hun geloof. De beloofde Messias verklaart bij een gelegenheid Het moet duidelijk zijn voor al die oprechte individuen die trouw beloven aan deze nederige dienaar dat het doel van de inwijding is, namelijk het doel van de bijt is dat de liefde voor de wereld afneemt en dat de liefde voor jullie welwillende meester en de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. De overhand krijgt. Daarom moeten degenen die inwijding in de beloofde Masjaz beloven, eerst en vooral proberen om gerekend te worden tot de toegewijden, die overweldigd worden door de liefde voor Allah de Almachtige. En zijn boodschapper sallallahu alayhi, wa alayhi wa Verder zou elk woord en elke daad van ons dit ook moeten uitdrukken. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Ahmadiyya-gemeenschap in Duitsland werd opgericht. De leden van de gemeenschap in Duitsland zijn hier erg opgewonden over. En verheugen zich over het feit dat ze een jalsa houden na het verstreken van een eeuw van de oprichting van de gemeenschap in Duitsland. Veel mensen uiten hun blijdschap. Dit is zeker een vreugdevolle gelegenheid, omdat honderd jaar geleden Allah de Almachtige. De prachtige boodschap van de islam naar dit land bracht door middel van de beloofde Messias. In feite had de boodschap hier al bereikt tijdens het leven van de beloofde Messias. Het is dus meer dan 100 jaar geleden dat de boodschap hier aankwam. Maar daarnaast moeten we ook kijken naar en nadenken over wat we in deze 100 jaar hebben bereikt. In hoeverre hebben we ons geloof beschermd? Toen de gemeenschap hier werd opgericht, waren er maar een paar mensen. Toen veranderde de situatie in Pakistan en in de rest van de wereld. En veel Ahmadis kwamen naar dit land en vestigden zich hier. Ze kwamen hier omdat zij Ahmadis waren. En als Ahmadis waren hen in hun land beperkingen opgelegd om te handelen in overeenstemming met de leer van Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam, en om dit openlijk te tonen. Daarom zouden zij nadat zij hier waren gekomen en de religieuze vrijheid hadden gekregen om openlijk de leerstellingen van hun geloof te volgen. Zware inspanningen moeten leveren om deze zuivere transformaties in zichzelf te bewerkstelligen en om standvastig te blijven in deze transformaties die de beloofde Messias van zijn gemeenschap eiste. Hebben we een dergelijke inspanning gedaan? Hebben we onze spirituele staat verbeterd en tegelijkertijd geprobeerd onze kinderen aan onze religie te hechten, zodat we tot de toegewijden gerekend worden die de beloofde Masjia islam wenst? Als we dat deden, dan is dit de ware dankbaarheid die we zullen uiten bij het verstreken van honderd jaar. Wat van een Ahmadi. Verwacht zou moeten worden. Als we dat niet deden, dan zal het als een wereldse traditie geen zin hebben om ons te verheugen over de voltooiing van 100 jaar. Bij talloze gelegenheden heeft de beloofde Messias. Degenen die trouw aan hem zweren, een richtlijn gegeven over hoe zij zuivere en revolutionaire veranderingen in zichzelf teweeg bewerkstelligen. En heeft hij hen leiding gegeven. Als we werkelijk behoren tot degenen die toegewijd zijn aan zijn trouw, dan moeten we voortdurend over deze dingen nadenken en dan onze woorden en daden daaraan afmeten om te bepalen in hoeverre we het doel nakomen. Wat ook het doel is van de eed van trouw aan de beloofde Messias. A zijn we ons doel vergeten nadat we naar dit ontwikkelde land zijn gekomen hebben de verlokkingen van de wereld ons het doel van het trouwzweren doen vergeten als dat zo is dan is deze 100-jarige viering nutteloos op dit moment zal ik enkele geschriften van de Beloofde Messias presenteren Masjid die Masjid ons Masjid naar ons doel leiden. Masjid Ten eerste zal ik een uitreksel van de Beloofde Messias presenteren waarin hij uitlegt wat onze belofte van trouw van ons eist. Hij verklaart, denk niet dat alleen het beloven van trouw God behaagt. Dit is slechts het omhulsel, namelijk de buitenste laag. De essentie ligt binnen. De wet van de natuur is over het algemeen zo dat er een buitenste schil is waarbinnen de essentie ligt. De schil heeft geen waarde. De essentie is wat gebruikt wordt. Er zijn sommigen in wie geen essentie overblijft en die worden als een hol kip en ei, dat geen dooier of wit bevat en dus nergens voor gebruikt kan worden en weggegooid wordt, als een nutteloos ding. Misschien wordt het maar een paar minuten gebruikt als iets voor kinderen om mee te spelen. Hetzelfde geldt voor iemand die trouw zweert. En aanspraak maakt op geloof, maar de essentie van beide dingen niet in zich heeft. Hij zou bang moeten zijn dat hij, net als een hol ei, uitsglijdt, valt en in stukken uiteenvalt en vervolgens wordt weggegooid. Dit is precies de toestand van de heren die zich distantiëren van deze gemeenschap. Hij zegt: "Evenzo zou iemand die beweert trouw te hebben gezworen en geloof te hebben, moeten onderzoeken of hij slechts een omhulsel is of de essentie. Hij zou zichzelf voortdurend moeten analyseren totdat de essentie ontwikkeld is worden geloof, liefde, gehoorzaamheid, trouw, overtuiging, onderdanigheid." En aanspraken op islam, allemaal valse aanspraken. Onthoud dat de waarheid is dat naast de essentie het omhulsel geen waarde heeft in de ogen van Allah de Almachtige. Onthoud goed dat u niet weet wanneer de dood komt, maar dat het zeker is dat we moeten sterven. Vertrouw dus niet op louter beweringen. En verheug u niet. Want het is zeker niet heilzaam. Zolang iemand niet vele sterftes over zichzelf brengt en niet vele veranderingen en omwentelingen ondergaat, kan hij het doel van de mensheid niet bereiken. Daarom is het recht doen aan de belofte van trouw geen kleinigheid. Dit kan alleen bereikt worden als we er voortdurend naar streven om ons te houden aan de geboden van Allah de Almachtige. Alleen door afstand te nemen van wereldse genoegens kan iemand zo'n rang bereiken. In deze wereld leven en toch voorrang geven aan het geloof is de ware jihad waar we naar moeten streven. Wat betekent het om voorrang te geven aan het geloof boven de wereld? Is het volledig afstand doen van de wereld? Terwijl hij hierover uitleg geeft, zegt de beloofde Mosias al islam. Op geen enkele manier wil ik zeggen dat moslims indolent moeten worden. Islam zorgt er niet voor dat iemand lui wordt. U kan bezig zijn met uw zaken en bezigheden. Maar ik houd er niet van. Dat zij geen tijd voor God kunnen maken. Zaken moeten gedaan worden op het moment dat ze gedaan moeten worden, met de vrees voor Allah, de Almachtige in gedachten, waardoor zelfs die zaken een vorm van aanbidding worden. Wanneer het tijd is voor het gebed, laat het dan niet in de steek. Geef in alles voorrang aan het geloof. Deze wereld zou niet het uiteindelijke doel moeten zijn. Het eigenlijke doel zou het geloof moeten zijn. Dan zal zelfs het wereldse werk omwille van het geloof zijn. Kijk naar het voorbeeld van de metgezellen. Zij deden geen afstand van God zelfs in de moeilijkste tijden. Er zouden tijden zijn van zo'n hevige oorlog en strijd dat men zelfs huivert bij de gedachte eraan. Het waren tijden van hartstocht en woede. Maar zelfs onder zulke omstandigheden raakten zij niet onwetend van God. Zij lieten hun gebeden niet in de steek, ze deden alles met gebed. Het is jammer dat er grote inspanningen worden gedaan, grote toespraken worden gehouden, bijeenkomsten worden gehouden, die zeggen dat de moslims vooruit zullen gaan. Maar toch zijn ze zo ver van God verwijderd dat ze hem vergeten zijn en zich niet eens naar Hem toewenden. Dit is de algemene staat van de moslims. Wat voor hoop is er dan dat hun inspanningen vruchten zullen afwerpen als ze allemaal voor het welzijn van de wereld zijn? Bedenk dat zolang er is geen God dan Allah niet door uw hart en aderen stroomt en het licht en de heerschappij van de islam niet elk deel van uw wezen omvat, gij nooit succes zal hebben. Dit is een verordende zaak. Als u het voorbeeld van westerse naties geeft om te zeggen dat ze vooruit gaan, dan is hun zaak heel anders. Jullie hebben het boek gekregen. Alle dingen zijn jullie duidelijk gemaakt. Hun zaak is anders. En voor hen is de dag van de afrekening. Wat betreft hoe of wanneer zij beoordeeld zullen worden, zij zullen verantwoording moeten afleggen aan Allah de Almachtige. En dit zal zeker plaatsvinden. Het is echter mogelijk dat Allah de Almachtige dit na hun dood doet en niet in deze wereld. Als we echter beweren dat we geloof hebben, maar er niet naar handelen, dan kan onze bestraffing zelfs in dit leven beginnen. Dit is een zaak van grote zorg. Hij vervolgt: als jullie het boek van Allah verlaten, dan is er een hel voor jullie in deze wereld. Het is zo dat er in bijna elke stad organisaties en conferenties zijn voor de verbetering van de moslims, maar geen enkele persoon die medelijden heeft met de islam zegt dat u de Koran tot uw gids moet maken of dat u ernaar moet handelen. Als ze al iets zeggen, dan adviseren ze om Engels te studeren, colleges te bouwen en advocaat te worden. Dit toont aan dat het geloof in God niet meer bestaat. Als een medicijn na tien dagen niet werkt, laat een ervaren dokter dat middel achterwege en schrijft hij een nieuw voor. Hier is er mislukking na mislukking, maar toch trekken ze zich er niet van terug. Als er geen God is, dan kunnen ze hem verlaten en zullen ze zeker succes vinden. Maar omdat God wel bestaat, kan hem verlaten nooit succes brengen. Zij willen succes hebben en een natie stichten door hem niet te respecteren en zijn boek te onteren, maar dit zal nooit gebeuren. Waar hebben niet-moslims de moed vandaan gehaald om de Heilige Koran te verbranden? Het is omdat wij praktisch gestopt zijn met het handelen naar de leerstellingen van de Heilige Koran. En dit is hoe zij de moed vonden, waardoor wij ook schuldig zijn. De moslims zijn schuldig. De beloofde Messias islam vervolgt. Onze mening is precies wat duidelijk te zien is. Er is maar één weg naar succes: God erkennen en een levend geloof in Hem hebben. Als we deze dingen zouden verklaren in de samenkomsten van wereldse mensen, zullen ze ons bespotten. Echter, we voelen genade voor hen. Want het is jammer dat die mensen niet kunnen zien wat wij zien. De beloofde Messias verklaart dat van wat Hij ziet, moslims gedoemd zijn tot een zekere ondergang. Als zij niet handelen volgens de Heilige Koran. Er kan dus geen sprake zijn van een dubbele moraal als u beweert moslim te zijn. De staat van de moslims volstaat om als les voor ons te dienen. Ze beleiden geloof, maar hun daden zijn werelds. Met als resultaat dat moslims als natie overal in een slechte staat verkeren. Dit is een zaak die grote aandacht en zorg vereist. De beloofde Messias, Ali Sallatos Salaam, zegt bij een andere gelegenheid, terwijl hij verder spreekt over voorrang geven aan geloof boven de wereld, let op, er zijn twee soorten mensen. Er zijn er die de islam aanvaarden en zich vervolgens bezighouden met werelds werk en handel. Satan overwint hen. Ik wil niet zeggen dat het verboden is om handel te drijven. Dit is ook al eerder uitgelegd. Nee, zelfs de metgezellen deden aan handel, maar zij gaven voorrang aan hun geloof boven de wereld. Toen zij de islam aanvaarden, kregen zij deze kennis, waardoor hun harten overstroomden van zekerheid. Daarom was er geen gebied waarop Satan hen kon doen wankelen. Vandaar dat dit een leidraad is voor elke Ahmadi. Niets kon hen, namelijk de metgezellen, ervan weerhouden om de waarheid te uiten. Men moet niet liegen en hun geloof verbergen. De beloofde Messias Islam verklaart, wat ik hiermee bedoel is dat degenen die slaaf van de wereld worden, alsof ze deze aanbidden, Satan in staat is om hen te overwinnen en te beheersen. Het andere type mensen zijn zij die bezorgd blijven over het succes van het geloof. Deze groep mensen staat bekend als de mensen van Allah. Zij die Satan en zijn leger overwinnen. De mensen van Allah zijn niet degenen die wereldse gevechten en oorlogen voeren. De mensen van Allah zijn degenen die een verwinding aangaan met Allah de Almachtige. Degenen die zegen vieren over Satan en zijn leger. Aangezien rijkdom... Een handel is en toeneemt door handel. Heeft de Almachtige God ook het zoeken naar geloof en het verlangen naar de vooruitgang van het geloof als een handel beschouwd. Vandaar dat hij zegt... Zal ik jullie een handel aanwijzen dat jullie zal redden van een pijnlijke bestraffing? Wat is de handel van het geloof? De beloofde Messias zal islam vervolgt. De beste handel is van het geloof. Dat redding schenkt van de pijnlijkste rampspoed. Daarom met de woorden van God almachtig zeg ik tot jullie. Ik heb het meeste vertrouwen in hen die hun passie voor de vooruitgang van het geloof niet verminderen. Wat hen betreft die deze hartstocht verminderen, ik vrees dat Satan hen zal overwinnen. Dus men moet nooit indolent worden. U zou moeten vragen over alles wat u niet begrijpt, zodat u in begrip toeneemt. Het is niet verboden om vragen te stellen, u mag zelfs vragen als tegenvraag. Iemand die intellectuele vooruitgang wenst, moet de Heilige Koran met grote zorg lezen. Wat zij niet begrijpen, moeten zij navragen. Als ze niet in staat zijn om bepaalde concepten te begrijpen, dan moeten ze anderen vragen en zo anderen van dienst zijn. De Heilige Koran is een spirituele oceaan en in de diepten ervan bevinden zich kostbare en onschatbare parels. Dus om religieuze kennis te verkrijgen is het noodzakelijk om de leiding van de Heilige Koran te begrijpen. Het is alleen de Heilige Koran die correct kan leiden. En dit is de enige manier die kan leiden naar het geven van voorrang aan geloof boven de wereld. Daarom moeten we analyseren. Hoeveel van ons de Heilige Koran met zorg lezen, hem reciteren en er vervolgens naar handelen, met betrekking tot het feit dat de Heilige Koran ons grote gunsten heeft geschonken en dat we hem daarom met grote zorg en aandacht moeten lezen, zegt de beloofde Messias, we moeten niet vergeten dat de Heilige Koran eerdere goddelijke geschriften. En profeten een dienst heeft bewezen door hun leerstellingen, die gebaseerd waren op verhalen, te veranderen in leerstellingen die gebaseerd waren op feiten. Ik zeg naar waarheid dat niemand alleen op deze verhalen en verslagen kan vertrouwen, totdat zij de Heilige Koran lezen. Het is enkel de pracht van de Heilige Koran. Dat wil zeggen. Het is een beslissend woord en bevat niets ijdel. Het is een weegschaal, getuige, licht, genezing en barmhartigheid. Zij die de heilige Koran lezen en het slechts als een verhaal beschouwen hebben het niet echt gelezen en plegen daarmee heiligschennis. Het is geen wonder dat onze tegenstanders zo actief zijn geworden in onze oppositie. Wij willen de heilige Koran alleen presenteren volgens wat de almachtige God erover heeft gezegd, namelijk dat het puur licht, wijsheid en kennis is. Aan de andere kant willen zij dat wij aan de heilige Koran niet meer belang hechten dan slechts een verhaal. Wij kunnen dit niet accepteren. Door Zijn genade heeft de Almachtige God ons duidelijk gemaakt dat de Heilige Koran een levend en verlichtend boek is. Waarom zouden we ons daarom druk maken over deze oppositie? Daarom adviseer ik degenen die met mij verbonden zijn herhaaldelijk dat God Almachtig deze gemeenschap heeft opgericht om de waarheid te onthullen en te verspreiden. Zonder dit kan iemand geen licht ontwikkelen in zijn praktische leven. Ik verlang ernaar om de voortreffelijkheid van de islam aan de wereld bekend te maken door de waarheden ervan in praktijk te brengen. Zoals God mij heeft aangewezen, lees dus vaak de Heilige Koran niet als een verhaal, maar als een filosofie. Het is dus noodzakelijk om de Heilige Koran te begrijpen. Wil Ahmadis stellen vragen? Maar als zij de Heilige Koran zorgvuldig lezen, zullen zij daarin hun antwoorden vinden. Tijdens verschillende evenementen, wanneer wij in het licht van de Koran spreken, zijn de toehoorders onder de indruk en maken zij ook kennis met de voortreffelijkheden van de islam. Daarom zou elke Ahmadi de Heilige Koran met vertrouwen moeten gebruiken. Waar de Koran een leidraad is voor morele training, is het ook een krachtig wapen om de aantijgingen van anderen te beantwoorden. Het belangrijkste aspect van voorrang geven aan het geloof boven de wereld is dat men een relatie met de Almachtige God moet ontwikkelen. Wanneer iemand vertrouwd raakt met de religieuze geboden, moet hij ook een relatie hebben met degene die deze geboden gaf. Wanneer iemand vertrouwd raakt met religieuze geboden, moet hij ook een relatie hebben met degene die deze geboden gaf. Hij moet een relatie ontwikkelen met God Almachtig en deze relatie wordt gevestigd door aanbidding. In de islam zijn de dagelijkse gebeden de grootste vorm van aanbidding. Iedere Ahmadi zou zichzelf en het niveau van hun gebeden moeten evalueren. Als we onze normen op dit gebied verbeteren en een relatie met Allah de Almachtige aangaan, alleen dan zullen we waar geluk bereiken de beloofde mosja als salaat verklaart. Mijn overtuiging is dat als iemand gered wil worden van tegenspoed, hij zich privé met God moet verzoenen en zichzelf zo moet veranderen dat hij zelf begint te voelen dat hij niet meer hetzelfde is. De Almachtige God zegt in de heilige Koran: Inna Allah la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi Dat is voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij datgene veranderen wat in hun hart is. De beloofde MSJ verklaart verder: Het fundament van een ware godsdienst is het geloof in God. En het geloof in God vereist ware kuisheid. Dat wil zeggen, men moet God vrezen. De Almachtige God laat degenen die rechtschapen zijn nooit in de steek. Hij zendt hulp voor hen uit de hemel. Engelen dalen neer om hen te helpen. Wat is er groter dan het feit dat een rechtschapen persoon wonderen kan verrichten? Als iemand zich reinigt voor de Almachtige God en alle daden en handelingen laat varen die zijn ongenoegen oproepen, dan zal al zijn werk met zegen worden voltooid. Ons geloof is gebaseerd op hemelse werken. Ons werk zal alleen voltooid worden door goddelijke werken en niets anders. Het is waar dat als iemand God vindt, de tegenstand van de hele wereld hem geen kwaad kan doen. Wie kan schade toebrengen aan degene die God wil beschermen? Men moet dus op God vertrouwen. De beloofde messias al-Islam verklaart verder... Men moet dus op God vertrouwen, en dit vertrouwen moet in die mate zijn dat men afstand doet van alle andere middelen. Inderdaad, wereldse middelen zijn ook noodzakelijk, maar de schepper van deze middelen is God almachtig. Hij kan de middelen voor alle scheppen, en dus moet u niet alleen op de middelen vertrouwen. Dit vertrouwen ontwikkelt u door regelmatig het gebed te verrichten. En ervoor te zorgen dat u tijdens die gebeden smeekbeden verricht. U moet uzelf beschermen tegen alle vormen van zwakheid en de basis leggen voor een nieuw leven. Zelfs uw familieleden zijn niet zo liefdevol als God is. Als Hij tevreden is, dan is de rest van de wereld ook tevreden. Als God tevreden is met iemand, dan maakt Hij alle wegen en middelen voor die persoon recht. Zelfs zaken die mislukt zijn, vinden succes. Hij verandert nadeel in voordeel. Dit is de macht van God. Het is het waard om te onthouden dat zij voor wie gebeden wordt ook moeten blijven streven naar het bereiken van hun doel in hun eigen vermogen. Mensen vragen om gebeden, maar ze moeten ook hun vermogens gebruiken om zichzelf te hervormen en hun doel te bereiken. Als zo iemand op een andere manier Gods ongenoegen oproept, verhindert hij dat het gebed effect heeft. Het is geen zonde om wereldse middelen op de juiste manier te gebruiken, maar God moet altijd voorrang krijgen. Zulke middelen mogen niet gebruikt worden die het ongenoegen van de Almachtige God oproepen. Terwijl hij de reden en oplossing noemt van het niet ervaren van plezier tijdens de gebeden, zegt de beloofde Islam: ik heb waargenomen dat de mensen nalatig zijn in het gebed omdat zij zich niet bewust zijn van het plezier en de verrukking die Allah de Almachtige erin heeft gelegd. Bovendien is er nog meer nalatigheid in steden en dorpen. Zelfs 50% van de mensen buigt niet voor hun ware Heer met bereidwilligheid en ware liefde. Dit roept de vraag op. Waarom zijn zulke mensen zich niet bewust van de plezier? En waarom... Hebben ze het nooit ervaren? Andere geloven hebben dergelijke geboden niet. Heeft u gezien wanneer mensen bezig zijn met hun werk en de Muaddin de oproep tot het gebed doet? De mensen willen de oproep tot het gebed niet eens horen, alsof hun harten pijn doen bij de gedachte dat ze nu naar het gebed moeten gaan. Zulke mensen zijn zielig. Er zijn hier zulke mensen wiens winkels zich onder de moskeeën bevinden en toch gaan zij nooit staan voor het gebed. Ik wil dus zeggen dat jullie met veel pijn en hartstocht tot de Almachtige God moeten smeken dat hij jullie een keer het genot van het gebed laat proeven, zoals hij jullie heeft laten genieten van vruchten en andere dingen. U zal onthouden wat u proeft. Merk op dat als iemand een mooi iemand met verrukking aanschouwt, hij zich die persoon heel goed herinnert. Als iemand daarentegen iemand afzichtelijk en waarzinwekkend ziet, dan blijkt zijn reactie en toestand uit zijn uitdrukking. Inderdaad, als iemand geen verwantschap heeft, dan herinnert hij zich helemaal niets. Evenzo beschouwen degenen die het niet verrichten, het gebed als een straf die iemand onterecht dwingt om ochtends op te staan. In de koude wassing te verrichten, het comfort van zijn slaap te verlaten en allerlei ontberingen te doorstaan. De waarheid is dat zo iemand een afkeer van het gebed heeft die hij niet helemaal begrijpt. Hij is zich niet bewust van het plezier en de troost die het gebed heeft. Dus hoe vindt u plezier in het gebed? Ik heb gemerkt dat wanneer een alcoholist of een drugsverslaafde geen plezier vindt, hij doorgaat met het ene na het andere drankje te drinken totdat hij bedwelmd is. Een intelligent en deugdzaam persoon kan hier zijn voordeel mee doen door consequent te bidden totdat hij plezier vindt. Net zoals een alcoholist een plezier in zijn geest oproept, dat zijn enige doel wordt, zou iemand zijn geest en al zijn vermogens moeten richten op het bereiken van plezier in het gebed. Dan zou men op zijn minst een hartstochtelijk en oprecht gebed moeten produceren op zoek naar dat plezier met hetzelfde niveau van pijn, rusteloosheid en wanhoop als een drugsverslaafde. Ik zeg met volle waarheid en overtuiging dat u daardoor dat plezier zult bereiken. Daarna, terwijl men het gebed verricht, kan men ook de voordelen die hij wenst te verkrijgen in gedachten houden en dat hij goede werken moet verrichten. Dat wil zeggen, goede werken verdrijven slechte daden. Dus terwijl men bidt, moet men dit genot en deze goede werken in zijn hart houden en smeken dat hij in staat is om te bidden zoals de waarachtigen en de deugdzamen. God heeft gezegd, dat wil zeggen, goede werken verdrijven slechte werken. Op een ander moment zegt God dat het gebed bescherming biedt tegen onfatsoenlijkheid en, klaarblijkelijk, kwaad. Maar waarom begaan sommige mensen toch kwaad, ook al bidden zij? Het antwoord hierop is dat ze wel bidden, maar dat ze dat niet met ziel en zaligheid doen. In plaats daarvan buigen ze hun hoofd als gewoonte. Hun ziel is dood. In dit geval heeft Allah de Almachtige niet de term hasanaat, dat wil zeggen goede werken, gebruikt. Om te verwijzen naar zo'n gebed, nog heeft hij as-salaat, namelijk het gebed, aangeduid als hasanaat, in het tweede geval, hoewel beide termen dezelfde betekenis hebben. De reden hiervoor is dat de uitmuntendheid, schoonheid en deugd van het ware gebed benadrukt moet worden. Met andere woorden, alleen zo'n gebed dat doordrongen is van een geest van oprechtheid en in staat is om goddelijke genade af te leiden. Kan het kwaad verdrijven? Gebed van deze standaard verdrijft het kwaad zeer zeker. Bidden is niet alleen maar zitten en opstaan. De essentie en ziel van het gebed is een smeekbede die plezier en verrukking bezit. Daarom moeten we onszelf evalueren. Ontlenen we plezier aan onze gebeden, zijn we alleen afhankelijk van wereldse middelen, houden we onze gebeden echt in ere en vervullen we de rechten van onze belofte van trouw, voldoen we aan ons doel zo niet. Dan is dat zorgwekkend. Dan, terwijl hij onze aandacht vestigt op het uitblinken in kennis en begrip, het beschermen tegen de aanvallen van Satan en hoe de relatie tussen een spirituele leider en zijn discipel zou moeten zijn, zegt de beloofde Messias. De relatie tussen een spirituele leider en zijn discipelen kan vergeleken worden met de relatie tussen een leraar en leerling. Net zoals een student voordeel heeft van zijn leraar. Heeft een discipel voordeel van zijn spirituele leider? Echter, als een student zijn relatie met zijn leraar onderhoudt, maar geen vooruitgang boekt in zijn opleiding, kan hij er geen voordeel uithalen. Hetzelfde kan gezegd worden over discipelen. In deze gemeenschap moet u dus vooruitgang boeken in uw kennis en begrip nadat u een relatie hebt opgebouwd. Een zoeker naar waarheid rust nooit op één plaats, nadat hij een bepaalde rang heeft bereikt, anders zou Satan de vervloekte hem afleiden. Net zoals stilstaand water ranzig wordt, water dat niet stroomt ontwikkelt een stank en insecten en in ziekten voortbrengt. Vertoont een mens ook zulke eigenschappen wanneer hij stilstaat. Daarom moeten we doorgaan met het nemen van stappen in de richting van vooruitgang. De beloofde messias-reislam stelt verder, evenzo als een gelovige niet naar vooruitgang streeft, zal hij vallen. Dus degenen die geluk hebben, zijn verplicht om altijd vooruitgang te boeken in hun geloof. Er is nooit een mens in deze wereld geweest die perfecter was dan de heilige profeet wasallam. Toch werd hem ook het gebed geleerd, Rabbi Zidni Alma. Daarom, wie anders kan rusten en alleen vertrouwen op zijn kennis en begrip en de noodzaak van vooruitgang in de toekomst verwerpen. Als een persoon vooruitgang boekt in zijn kennis en begrip, zal hij zich realiseren dat er veel dingen zijn die nog een oplossing nodig hebben. Op het eerste gezicht kunnen sommige zaken nutteloos voor hen lijken, zoals wanneer een kind met de Euclidische vormen speelt. Dat wil zeggen, een kind zou denken dat de geometrische vormen of de verschillende diagrammen die door wetenschappers worden gemaakt slechts lijnen zijn en geen waarde hebben. Deze mensen zijn net als kinderen en beschouwen deze zaken als nutteloos. Deze mensen zijn net als kinderen en beschouwen deze zaken als nutteloos. Toch zullen ze uiteindelijk inzien dat deze dingen de waarheid zijn. Wanneer ze opgroeien en inzicht krijgen, zullen ze weten dat deze zaken inderdaad heel belangrijk zijn. Hoe belangrijk is het dan voor iemand om naar alles te handelen om in kennis toe te nemen, naast zichzelf te transformeren? Jullie hebben veel nutteloze zaken opgegeven om deze beweging te aanvaarden. Als u daarom dit doel niet bereikt met volledig begrip en inzicht, welk voordeel is er dan? Hoe kan u uzelf overtuigen en kennis versterken? Als u twijfels en misvattingen ontwikkelt over triviale zaken, bestaat het risico dat u struikelt op uw laatste stap. Vandaar dat er mensen zijn wie er geloof wankelt. Waardoor zij hun kennis niet vermeerderen. Of zij gebruiken hun zelfverzonnen verklaringen en redeneringen. Zij lezen de boeken van de beloofde Messias al -Islam niet. Als we aandacht besteden aan onze religieuze kennis, zullen we ook ons geloof in het bestaan van Allah Almachtig ontwikkelen. Bovendien zullen we ons geloof in de waarachtigheid van islam en Ahmadiyyat vergroten. En zullen we degenen zijn die het geloof van onze kinderen beschermen. Dus men moet hier veel aandacht aan besteden. De beloofde messias al-Islam verklaarde, Als jullie trouw aan mij hebben gezworen, accepteer mij dan als de hakem en adel. Heb vertrouwen in het feit dat wat ik zeg in overeenstemming is met de leringen van Allah almachtig en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wasalam. En ik zal spreken met de speciale leiding van Allah almachtig. Hij zei, ontwikkel zo'n geloof waarbij u eerbied hebt voor de besluiten van de hakem en adel. De beloofde messias al-Islam stelt, iemand die gelooft moet zijn geloof ontwikkelen tot het stadium van overtuiging en kennis. Hij moet niet in prooi vallen aan twijfel. Onthoud dat twijfel of vermoedens niet van nut kunnen zijn, Twijfels sluipen binnen. Allah almachtig zelf verklaart, voorzeker, vermoedens, baten niets tegen de waarheid. De waarheid is uiteindelijk de waarheid. De waarheid wordt niet verborgen als er twijfels ontstaan. Het is overtuiging die een persoon succesvol kan maken. Zonder overtuiging kan er niets gebeuren. Als een persoon over alles begint te twijfelen, dan zou hij misschien niet in staat zijn om ook maar een moment in de wereld te overleven. Ze zouden zelfs beginnen te twijfelen aan elke wereldse aangelegenheid. Dus neem dat als voorbeeld. Ze zouden geen water kunnen drinken, omdat ze denken dat er vergif in zit. Ze zouden niet in staat zijn om voedsel uit de winkels te eten, denkend dat het iets zou kunnen bezitten dat hen zou doden. Hoe kan iemand dan overleven? Dit is een algemeen voorbeeld. Zij die geneigd zijn te twijfelen en te gissen, maken hun leven ondraaglijk als ze op deze manier blijven denken. Men moet er ook voor zorgen dat zulke twijfels zich niet ontwikkelen in spirituele zaken. Hij zegt dan: evenzo kan men hier voordeel uithalen in spirituele zaken. Denk bij uzelf na en neem een besluit in jullie harten of jullie trouw aan mij hebben gezworen en mij hebben geaccepteerd als de beloofde Messias, Hakem en Adel. Als jullie na deze overtuiging verdriet of angst hebben over mijn beslissingen of handelingen, dan moeten jullie je zorgen maken over jullie geloof. Geloof dat gevuld is met twijfels, kan niet tot enig goed leiden. Echter, als u van ganser harte geaccepteerd hebt dat de beloofde messias werkelijk de Hakem is, Leg dan uw wapens neer bij Zijn beslissingen en handelingen, en heb eerbied voor Zijn uitspraken, zodat U gerekend wordt tot degenen die de gezegende instructies van de Heilige Profeet alayhi wa sallam, eren en respecteren. De getuigenis van de Heilige Profeet alayhi wa sallam, is voldoende, en Hij verzekert dat Hij jullie imam zal zijn, en de Hakam en adel. Als u hierdoor niet verzekerd bent, wanneer kan u dat dan wel zijn? Het kan nooit goed of gezegend zijn dat iemand geloof heeft, maar tegelijkertijd twijfels in zijn hart koestert. Als ik niet waarheidsgetrouw ben, ga dan op zoek naar een waarheidsgetrouwe, maar weet dat u op dit moment geen andere waarachtigen zult vinden. En als jullie geen andere waarachtigen vinden, dan vraag ik slechts om de rechten die de Heilige Profeet mij heeft gegeven. Zij die mij hebben verworpen. En zij die mij beschuldigen, hebben mij niet erkend. Maar zij die mij hebben aangenomen en nog steeds bedenkingen hebben, zijn nog ongelukkiger. Want zij zijn blind geworden na het zien. In werkelijkheid zijn de tijdgenoten ook degenen die iemands rang verlagen. Om deze reden zei de Messias, Jezus al-Islam, dat profeten niet onteerd worden, behalve in hun eigen thuisland. Men kan hieruit de moeilijkheden en pijnen begrijpen die hij moest verduren van zijn eigen volk. Dit is de behandeling van de profeten, vrede zij met hen, die is doorgegaan. Dus hoe kunnen wij er vrij van zijn? Profeten werden tegengewerkt, dus het is niets vreemds als het ook bij ons gebeurt. Daarom, wat wij van onze tegenstanders moeten horen, is in overeenstemming met de praktijk van. En er was nooit een boodschapper tot hen, maar zij bespotten hem. Helaas, als deze mensen maar naar mij toe zouden komen met zuivere bedoelingen, zodat ik hen zou kunnen laten zien wat Allah Almachtig mij heeft geschonken. Dat God Zelf Zijn zegeningen over hen zou laten neerdalen en hen zou laten begrijpen. Maar zij handelden met gierigheid en afgunst. Dus hoe kan ik het nu aan hen uitleggen? Zelfs nu, nu bijna 132 jaar, nemen deze mensen geen acht nadat ze getuigen zijn geweest van de tekenen. De blote al Islam zegt vervolgens: Wanneer iemand met een zuiver hart komt op zoek naar de waarheid, dan wordt alles beslist. Maar wanneer iemand slechte en ondeugende bedoelingen heeft. Dan kan er niets bereikt worden. Een referentie van Ibn Arabi is geciteerd in Hijajul Karama, waarin staat dat in de tijd van de beloofde Messias hij beschouwd zal worden als een leugenaar en een onwetend persoon. Er staat zelfs dat hij ervan beschuldigd zal worden de religie te veranderen. Dit is precies wat er nu gebeurt. Zulke beschuldigingen worden nu tegen mij geuit. Men kan alleen gered worden van zulke twijfels als men zijn boek met interpretaties openslaat en zich afvraagt of dit de waarheid is of niet. Sommige zaken gaan natuurlijk met begrip te boven, maar degenen die in de profeten geloven, wachten met goede gedachten, geduld en vastberadenheid. Totdat er een tijd komt dat Allah Almachtig hen de waarheid onthult. In de tijd van de heilige profeet Sallulallahu alayhi stelden de metgezellen hem geen vragen, maar wachten ze tot iemand een vraag zou stellen, zodat ze er hun voordeel mee konden doen. Anders hielden ze hun hoofd stil zonder hem te durven ondervragen. Naar mijn mening is dit de ware en beste manier om respect te tonen. Iemand die het juiste gedrag tegenover een profeet niet begrijpt en ze niet overneemt, vrees ik dat hij zal omkomen. De beloofde islam sprak over zaken die betrekking hadden op zijn tijd, toen hij in zijn bijeenkomsten zat. Tegenwoordig stellen mensen dezelfde punten aan de orde, na het lezen van zijn boeken en het horen van zijn bewijzen. Hij verklaart, deze mensen begrijpen het juiste gedrag Klacht tegenover profeet een profeet niet, en ik vrees maar. dat zij vernietigd zullen worden. Het is dus uit eigen ongeluk dat de moslims grote excuses maken als het aankomt op het luisteren naar en begrijpen van deze boodschap. En hun erbarmelijke toestand is niet eens genoeg om hun aandacht te vestigen op het begrijpen van wat ze als natie worden terwijl ze in zo'n staat verkeren. Dit is de tijd en de profetieën van de heilige profeet Sallallahu Wasallam worden vervuld. Dus zoek op zijn minst naar de beloofde die zal komen. De beloofde messias al-Islam verklaarde, als ik het niet ben, dan moet het iemand anders zijn. U zult echter niemand anders vinden. Omdat ze opgaan in wereldse bezigheden, worden mensen zich hier niet meer bewust van. Het is echter onze verantwoordelijkheid om ons te blijven inspannen om hen te redden en de boodschap van de beloofde messias al-Islam aan iedereen over te brengen. We moeten de boodschap niet alleen aan de moslims overbrengen, maar aan iedereen. Ongeacht het geloof waartoe ze behoren en zelfs aan hen die in geen enkel geloof geloven. We hebben nog veel werk te doen. Ondanks 100 jaar sinds de oprichting van de Ahmadiyya-gemeenschap in Duitsland, zijn we niet in staat geweest om de boodschap van de Islam aan de mensen van Duitsland over te brengen. Daarom moeten we ook vanuit dit aspect nadenken. Terwijl hij onze aandacht vestigt op het overbrengen van de boodschap van islam en tablier, zegt de beloofde messias al-Islam: Op dit moment heb ik twee belangrijke taken voor de boeg. Ten eerste dat mijn boodschap wordt verspreid onder de Arabieren. Ten tweede dat de boodschap volledig wordt overgebracht en verduidelijkt, zonder een schaduw van twijfel, aan de mensen van Europa. De Arabieren zijn belangrijk omdat zij innerlijk de waarheid bezitten. En een groot deel van hen weet misschien niet eens dat God een goddelijke beweging heeft ingesteld. Dit is vandaag de dag ook het geval, en onze boodschap heeft niet elke Arabier bereikt. Ook al zijn de inspanningen in dit opzicht sterk toegenomen in vergelijking met vroegere tijden. Zelfs wanneer het bereikt is, is het te wijten aan de tegenstanders die ons als kadianis bestempelen, uit spot met de naam van de beloofde Messias en ons op deze manier in de wereld. En bij hun volk hebben geïntroduceerd, en de mensen allerlei leugens en onwaarheden over de Beloofde Messias hebben verteld. Zij hebben de boodschap alleen vanuit hun perspectief overgebracht. Als wij geïntroduceerd zijn, dan is het door onze tegenstanders. Maar we hebben onze boodschap niet goed genoeg geïntroduceerd. Hoe dan ook, de Beloofde Messias gaat verder. Het is mijn verantwoordelijkheid om deze boodschap aan hen over te brengen. En als ik dat niet doe, zal ik schuldig zijn aan zonde. Op dezelfde manier verdienen de mensen van Europa het om te weten waar ze zich vergist hebben. Ze hebben een mens vergoddelijkt en zich zo van de ware God verwijderd. De staat van Europa is werkelijk een weerspiegeling geworden van het volgende. Dat is, hij neigde naar de aarde. Over het algemeen houden mensen zich met niets anders bezig dan met wereldse bezigheden. Sommige van onze mensen, vooral de jongeren, raken onder de indruk van hun materiële vooruitgang. Het is echter niet nodig om onder de indruk te raken. In feite zouden ze hen moeten vertellen dat het pad waarop ze zich bevinden hen naar de ondergang zal leiden. We moeten tot hen prediken. De beloofde messias Sal islam verklaart verder... Er worden allerlei uitvindingen en ontwikkelingen geproduceerd, dat wil zeggen in westerse landen en ontwikkelde naties. Men moet echter niet verbaasd zijn over het feit dat Europa vooruitgang blijft boeken in de wereldse kunsten en wetenschappen. Het is een principe kwestie dat wanneer de deuren van hemelse kennis voor een volk gesloten zijn, hun gedachten rond aardse, namelijk rond wereldse zaken, beginnen te draaien. Het is nooit zo geweest dat profeten kwamen en vervolgens nieuwe machines ontwierpen, of dat hun inspanningen of strijd alleen gewijd waren aan het overbrengen van wereldse uitvindingen. Dit moet diep geworteld zijn in de gedachten van iedereen dat we Ahmadiyyat niet hebben aanvaard om enig wereldsvoordeel te bereiken, maar dat we Ahmadiyyat hebben aanvaard om een levende relatie met God almachtig te vestigen. Dit is de boodschap die we moeten overbrengen aan de mensen van de wereld. Dit is wat ons leven in deze wereld en in het hiernamaals zal hervormen. Terwijl hij het doel van zijn komst noemde, verklaarde de beloofde Messias sallallahu alayhi Het doel van mijn komst is het verspreiden van Tawhid, namelijk geloof in de eenheid van God. Moraal en spiritualiteit. Tawhid betekent dat u gelooft dat God uw doel is, uw geliefde en degene aan wie u volledige gehoorzaamheid toont en om u te onthouden van de voor de hand liggende vormen van shirk, afgoderij en ook van de subtielere vormen, zoals het vertrouwen op wereldse middelen en ook om uzelf niet te beschouwen als iemand die een bepaalde betekenis heeft. Men moet niet toestaan dat shirk in de vorm van het eigen ego verschijnt. Men zou zich niet moeten overgeven aan ook maar één subtiele vorm van shirk. Dit is de betekenis van tohid. Echter, op dit moment is de wereld verstrikt in wereldse inspanningen. Met betrekking tot de moraal betekent het dat alle vermogens van de mens op de juiste gelegenheid en het juiste moment moeten worden gebruikt. Het zou niet zo moeten zijn dat men een bepaald vermogen volledig moet weggooien en een ander overmatig moet aannemen. Bijvoorbeeld, als iemand zijn hand volledig afsnijdt, kan hij er dan een goede daad mee verrichten? Zeker niet. In feite is de ware en volmaakte moraal dat iemand de vermogens die Allah Almachtige hem gegeven heeft op de juiste manier uitoefent, op een manier die vrij is van extremisme. Een vorm van extremisme is dat als iemand een verhoogd reukvermogen heeft, hij zou kunnen lijden aan hyperosmie, waardoor hij ongemak ervaart. Er zijn mensen met een extreem scherpe reukzin die daardoor hoofdpijn krijgen. Op dezelfde manier zijn er geuren die verschillende soorten kwalen kunnen veroorzaken. Dus men zou moeten bidden dat Allah Almachtig het mogelijk maakt om in een evenwichtige staat te blijven en u te beschermen tegen elke vorm van ziekte, inclusief spirituele kwalen. De beloofde Maasjia Slesla Toslaan verklaart. Het andere extreem is dat iemands zintuigen volledig falen. Een evenwichtige staat is dat iemands zintuigen functioneren in hun juiste tijd en gelegenheid. En dit is de staat waarin iemands moraal ware morele kwaliteiten worden. En ik ben gekomen om dit vast te stellen. Men zou het pad van gematigdheid moeten volgen en men zou moeten streven naar het bereiken van de uitstekende moraal die islam heeft bevolen. De beloofde messias al-Islam verklaart verder... Spiritualiteit betekent die tekenen en kenmerken die ontstaan... wanneer iemand een ware relatie met de almachtige God aangaat. Zolang deze toestanden niet bereikt zijn, kan men geen waar begrip hebben... maar dit is wel iemands ware doel. Daarom zullen deze handelingen ons in ware gelovigen veranderen... Daarom zouden we onszelf moeten analyseren en zien of we deze standaard bereikt hebben of niet. Ons uiteindelijke verlangen en doel en het meest geliefde van alles zou God Almachtig moeten zijn. Als dit niet het geval is, dan bevinden we ons in een relatief zwakker stadium van ons geloof. Daarom moeten we onze handelingen overdenken. In vergelijking met de Almachtige God verbleekt elk werelds verlangen van ons en hebben we het niet nodig. Als dit het geval is, dan zullen we ook de rechten van moskeeën vervullen. Bovendien, als we moskeeën bouwen, dan moeten we ons ook zorgen maken over hoe we ze gaan bevolken. Zo zou elke Ahmadi moeten overwegen hoeveel passie en ijver zij voor Tawhid, namelijk de eenheid van God, hebben. Evenzo moet elke Ahmadi de beste moraal tentoonspreiden. Het is deze uitstekende moraal die als een uitstekend middel dient om onze boodschap te verspreiden. En hierdoor kunnen we recht doen aan onze belofte van trouw aan de beloofde Messias Islam. In de moskeeopeningen waar ik naartoe ga, zeggen de mensen die bekend zijn met Ahmadis, dat Ahmadis een goede moraal hebben, maar ik heb een tekortkoming gezien. Ondanks deze goede zeden, ondanks dit goed moraal, Introduceren zij hen niet op de juiste manier in Islam en Ahmadiyyat? Als we het op de juiste manier aan hen introduceren, dan kunnen we de woorden van de beloofde Messias -Islam vervullen om de boodschap van Ahmadiyat, de ware Islam, aan de mensen van Europa en dit land te verspreiden. Op dezelfde manier moeten we ook onderling een uitstekende moraal spreiden. Het is niet alleen bedoeld voor uiterlijkheden. Het moet niet zo zijn dat men op een uitstekende manier met anderen omgaat. Maar grote problemen veroorzaakt in hun eigen huis en voor anderen om hen heen. Daarom zijn dit de dingen die we in gedachten moeten houden met betrekking tot een uitstekende moraal en gedrag. De beloofde MS. kwam in ondergeschiktheid aan de heilige profeet om juist deze zeden, om juist dit moraal in ons te vestigen. De beloofde Meshach zei dat men het resultaat van zijn spiritualiteit kan peilen en zijn spiritualiteit kan ontwikkelen wanneer men de hoogste rangen bereikt van het vervullen van de rechten van Allah en het vervullen van de rechten van de mensheid. Wanneer onze eigen mensen en anderen de schoonheid in ons zien, als onze kinderen deze lessen van ons leren, dan kunnen we zeggen dat we deze rang hebben bereikt. Amir Sahib de nationale president van Duitsland vroeg me de afgelopen dagen, wat is ons doel voor de volgende eeuw? Ten eerste, de paar dingen die ik heb genoemd omvatten niet alles. Ik heb slechts een paar dingen genoemd waar de beloofde Machiavelli-islam ons naartoe heeft geleid. Hebben we deze allemaal in de afgelopen eeuw bereikt? Hebben we een sterke band met God Almachtig gesmeed? Hebben we een uitstekend niveau van het gebed bereikt? Op gebedstijden zetten we onze wereldse inspanningen aan de kant en gaan we bidden? Of zijn we gefocust op het simpelweg bouwen van moskeeën? Reciteren we regelmatig de Heilige Koran? Zoeken we naar de geboden van de Heilige Koran en proberen we ernaar te handelen? Doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze kinderen gehecht blijven aan hun geloof? Zijn we alleen maar bezig met de seculiere opvoeding van onze kinderen of maken we ons ook zorgen voor hun geloof? Hebben onze zeden en omgang met elkaar het niveau bereikt waarop ze lijken op het Koranische vers, teder onder elkaar? Laten we een uitstekende moraal zien aan anderen en vertellen we hen over de prachtige leer van de islam of tonen we alleen wat goede manieren en beweren we dat we vreedzame mensen zijn? Vaak. Als ik de gelegenheid heb om externe gasten toe te spreken, zeggen velen van hen dat ze de prachtige leer van de islam voor het eerst horen. Hieruit blijkt duidelijk dat jullie je ja, associaties. En moraal niet gebruiken om de boodschap van de islam op de juiste manier te verspreiden. Wat heeft het voor zin om honderdduizenden folders te verspreiden als de mensen niet op de juiste manier kennis maken met de islam? Daarom moeten we eerst onszelf beoordelen om te zien waar we zijn met betrekking tot het vervullen van de rechten van Allah en het vervullen van de rechten van de mensheid. Als men dit bereikt heeft, wat naar mijn mening nog niet bereikt is. En iedereen kan voor zichzelf nadenken en beoordelen, dan hoef ik het niet te vermelden. Wat is dan de noodzaak om een nieuw doel te stellen voor de volgende eeuw? Het doel voor de volgende eeuw is de korte gedragscode die ik noemde in het licht van de leiding die ons door de beloofde Messias sallallahu alayhi is gegeven. We beweren dat we de harten van iedereen zullen winnen. We moeten iedereen overtuigen van de eenheid van God Almachtig en iedereen naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam toe Daarom moet ieder van ons zichzelf in dit opzicht analyseren en de Duitse gemeenschap moet de nieuwe eeuw beginnen met nog meer kracht en vastberadenheid. Dat we ernaar zullen streven onze doelen te bereiken door ons geloof voorrang te geven boven alle wereldse bezigheden. En dat we onze kinderen en nakomelingen zullen adviseren dit voorbeeld te volgen en te zorgen voor hun morele training. Op een manier dat dit verlangen om een band met God almachtig te vormen wordt overgedragen van de ene generatie op de volgende, mogen Allah ons daartoe in staat stellen. <coughs> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا <سكت> من يهده الله فلا مضل له <معيز> ومن <دلو> يذل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان <والنا> محمدا عبده ورسوله <applause> عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر